Wie vanmorgen rondwandelde in centrum Gent kon een heel herkenbaar nummer horen luiden door de klokken van het Belfort. Life on Mars van David Bowie. Stadsbejaardier Kenneth speelde de klassieker als eerbetoon aan de overleden artiest. Ik vind het wel passend. We hebben lang van zijn muziek genoten en zullen daar nog lang van genieten. En op zo'n dag of een week gelijk de deze wordt het wel overal gespeeld. Ik vind het wel tof, ja. Ik ben gisteren nog eens op internet gegaan, verschillende nummers van hem beluisterd. En dan is de vraag, welk nummer klinkt het beste op Bejaard voor mij? En dat zijn de nummers die tonaal een duidelijke melodie hebben. Niet te veel elektrische gitaren en zo verder, gelijk Heroes vond ik niet zo goed. Life on Mars bleek dus de beste keuze om te laten spelen door de klokken van het Belfort. Beneden op het Sint-Baafsplein luistert een handjevol toeristen en Gentenaars naar zijn versie van het nummer. We zijn speciaal naar hier gekomen. We dachten dat er hier veel volk ging zijn vandaag. Maar blijkbaar is er hier nog een nieuwjaarsreceptie of iets. It's really nice. I was hearing and I was like, oh, this is cool. Because we were just talking about this as well. That they're doing it, we heard in the news that they're doing it in Bruges as well. Mooi, heel mooi. Kijk, je ziet het niet, maar ik had wel een traan. Ja, een speciale man geweest. Ja. Ja. Een hele indrukwekkende man eigenlijk. Hè. Kenneth speelt wel vaker popmuziek op zijn bejaard in Gent. Mia van Gorky is een van de meest aangevraagde nummers. Het instrument heeft al lang geen oudbollig imago meer, vindt hij. Er is heel veel popmuziek die schitterend klinkt op Bejaard. Misschien werd het vroeger minder gedaan, geef ik toe. Maar de laatste jaren zien we toch een opkomst van popmuziek en wordt echt gewaardeerd voor het publiek ook.